Dit is een plek die jij uitgekozen hebt als een hele bijzondere plek. Ja. Nou, dit is echt een hele bijzondere plek. Sowieso in Leidse Rijn zijn heel veel bijzondere plekken ontstaan met heel veel insteek van bewoners. Hier hebben ze gewoon gezegd, weet je wat, wij gaan gewoon beginnen. Hier is de Emmaus, die mensen ondersteunt, een woon-werkgemeenschap. Hier hebben we het restaurant De Hoge Weide, waar medewerkers van Reinaarden werken, mensen met een verstandelijke beperking. Daar hebben we de oude mestsilo van de boerderij. Daar zit onder andere een werkgemeenschap in voor mensen met een niet aangeboren hersenbeperking. Nou, we hebben hier het buurtteam, we hebben de vrijwilligerscentrale. En hier zijn mensen omheen komen wonen die hierbij wilden horen. Dus daar zijn huurwoningen, zijn een aantal koopwoningen. En dit werkt nu al 10 jaar en het werkt gewoon perfect. Maar waar het vooral voor mij leuk is, ik voel me gewoon prettig hier en ik voel me welkom hier. En dat vind ik een hele bijzondere sfeer. En dat denk ik, vind ik typisch iets voor Leidse Rijners. Het zijn toch een soort van pioniers die denken van, wij gaan het gewoon zelf doen en we maken er wat van. Iets bijzonders aan deze tuin? Nou, ik hou zo heel erg van groen. Ik ben van oorsprong bioloog. Maar ik ben hier ook omdat ik het heerlijk vind om buiten te zijn. En omdat je hier ook kan zien van Leidse Rijn is niet alleen maar nieuwbouw, maar is juist ook oudbouw. Prachtige grote bomen. En dat vind ik het leuke, dat hier oud en nieuw zo bij elkaar komen. En dat behouden is gebleven. Ik heb hier als puber vaak gereden, omdat een vriendin van mij op de Zandweg woonde. En ik ken het dus nog van heel vroeger. Leidse Rijn lijkt heel ver van de stad af te liggen. Maar als ik je goed begrijp, gaat dat veranderen. Het eerste stukje dicht bij de stad konden we natuurlijk niet gaan bouwen, omdat de A2 er nog lag. Nou, die ligt nu uiteindelijk onder overtunneld. En dit gedeelte, in ieder geval een prachtig mooi park, het Willem-Alexanderpark opgekomen. En nu is er dus de ruimte om tussen dat park en het kanaal dit ook te gaan bouwen. Dit wordt Leeuwenstein. We zijn hier in het Waterwindpark en op het toekomstige muziekplein. Ik ben hier gaan staan omdat dit voor mij een plek is vol belofte. Hier kan nog heel veel gebeuren. In Leidse Rijn, waar het groen is, daar is eigenlijk bijna altijd wel iets onder de grond. Er zit een vuilnishoop onder, hè? Dus het Park de Hoge Weide. En hier staan we in het Waterwindpark. En dat heet zo omdat hier water wordt gewonnen. Alle drinkwater wat de mensen hier uit de kraan in Vleuten-de-Meer en de Leidse Rijn krijgen, komt uit deze putten. En als je kijkt, dat zijn die putten. Daar zitten de pompen in. Het is zo ingericht nu zoals het nu is. Vrij, ja, ik vind het dus kaal. Kaal met bomen. En met mij nog meer bewoners. In het wijk Groenplan hebben ze ook gezegd, kunnen er niet wat meer struiken worden? Een beetje beschutting. Ja, hier gaan we samen met Vitens en ook met de scholen. Gaan we daar wat doen? Is Leidse Rijn nu wat dat betreft een beetje af? Nee, Leidse Rijn is nog niet helemaal af, hè, voor wat betreft de belangrijkste wegen. Maar we beginnen een aardig eind op streek te komen. Eventjes doorzetten, nog een jaartje of wat. En dan eigenlijk de grootste, belangrijkste wegen kun je gewoon doorrijden. En zelf, hoe verplaats jij je het liefst hier in Leidse Rijn? Ja, fietsend. Ik hou van de wind in mijn haren, ruiken, voelen. En ik hou gewoon van fietsen. En ik kom eigenlijk zelden met de auto.